inwoners van Flevoland kunnen vanaf nu bij de provincie een subsidie aanvragen voor het vergroenen van hun dak of gevel. Je kunt er niet alleen je koop- of huurwoning mee van een groen dak voorzien. Ook buurthuizen en scholen kunnen een subsidie aanvragen. Daarover praten we met Vera Dam van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Goedemiddag, Vera. Goedemiddag. Ja, groen dak, ja, je zou kunnen zeggen dat is als er wat mosaanslag op zit. Maar dat bedoelen we natuurlijk niet. Wat verstaan we er precies onder? Ja, mosaanslag is natuurlijk wel een plantje. Het begin van een groen dak. Maar een groen dak is dat we het hele dak eigenlijk gaan beplanten met vegetatie, die daar echt heel goed voor is. Sedum bijvoorbeeld. Maar je kunt ook denken aan grassen en kruiden en bloemen. Waarbij je ook nog misschien zelfs ook voor de bijenstand een bijdrage zou kunnen leveren. Nou, jullie tonen hele mooie plaatjes. Wij zien graag heel veel groene daken in Flevoland. Daarom hebben we ook een challenge. Hebben we elke week een challenge. En de challenge van deze week is dus ook vergroen je dak. En wat natuurlijk ontzettend daarbij helpt, is dat de provincie Flevoland vorige week heeft besloten om daar ook een subsidieregeling voor beschikbaar te stellen. Maar mij even, voordat we in de regelingen gaan, waarom zou je doen eigenlijk een groen dak? Nou, we hebben best wel een paar problemen te kantelen. Eentje daarvan is, het wordt steeds warmer. En tegelijkertijd ook steeds kouder. We hebben gewoon extremere weersomstandigheden. En we hebben het af en toe hele hete zomers. En dan krijg je ook een beetje hittestress in de stad. En dan helpt het als je bijvoorbeeld een groen dak hebt. Dat geeft toch een stukje isolatie en daardoor ook een extra stukje koelte in de woning. En ook als het heel koud is, je maakt gewoon eigenlijk een dikker dak. Waardoor je eigenlijk een betere isolatie aanbrengt op je dak. Zegt dus een soort dat vachtje is al een eigenlijk, groot voordeel. Ja, een plantenvachtje. Hè? Dus de natuur beschermt je dan extra. Maar het wordt ook door die extreme weersomstandigheden ook steeds natter. We hebben af en toe enorme plensbuien. En dat groene dak kan ook zorgen voor een stukje tijdelijk extra wateropvang. Waardoor het niet van je dak afgutst en zo snel mogelijk via het riool weer weggepompt moet worden. Maar het kan dan even lekker verzadigd raken in dat dak. Dat wordt lekker nat en die plantjes die vinden dat heerlijk. En een deel daarvan, dat wordt dan vervolgens wel afgevoerd of verdampt weer. Maar in die zin helpt het dus ook bij het wat langer vasthouden van dat water. Zodat we niet heel hard die gemalen moeten pompen om al dat water uit Flevoland te af te voeren. Nou, draagt toch even wat aan over de biodiversiteit. Ja, Vera, heel even voordat we met de diversiteit doorgaan. Nou snap ik dat het heel gunstig is om water vast te houden. Maar als het nou heel een droge periode is, sta ik dan niet mijn dak een beetje te besproeien? Want dat moet natuurlijk ook wel water krijgen, die plantjes die erop liggen. Ja, en daarom is het dus ook heel belangrijk dat het aan wordt gelegd door een bedrijf wat daar echt in gespecialiseerd is. En je hebt bedrijven die dat doen en die hebben ook een speciaal groenkeur daarvoor. Want inderdaad, het moet wel zo aangelegd worden dat die plantjes alle verschillende weersomstandigheden aankunnen. Dus als het ontzettend nat is, maar ook als het heel droog is. Dus daar zit allerlei filtratielagen en substraatlagen dan bij. En het opgebouwd uit laagjes. Dat betekent ook wel dat je dak wel van een bepaalde constructie moet zijn om dat ook te kunnen dragen. Zodat die verschillende lagen erop gelegd kunnen worden, zodat die plantjes het uiteindelijk gewoon heel prettig gaan vinden op dat dak. Okay. Ongeacht welke weersomstandigheid. Okay. Nou, dan de biodiversiteit. Dat wilde je nog even aanstippen. Ja, want dat is natuurlijk ook een heel mooi voordeel. Als we heel veel groene daken krijgen en ook gevels, maken we echt meters in meer biodiversiteit creëren. Je kunt denken aan grasveldjes en aan parken, maar ook enorme grote groene dakoppervlakken of gevels. En je ziet het ook wel eens bij winkelcentra. Nou, ook voor scholen en buurthuis is deze subsidieregeling nu beschikbaar. Draagt enorm bij aan het bieden van meer nestplekjes, schuilgelegenheden, maar ook eten en voedselvergaring. En als je ook bijvoorbeeld kruiden, maar ook bijenvriendelijke plantjes erbij gaat plaatsen, dan gaan die het ook steeds prettiger vinden in de stad en in de stedelijke omgeving. Want dat is wel een voorwaarde voor de subsidieregeling. Het pand moet wel binnen de bebouwde kom staan. En dus als je pand niet binnen de bebouwde kom is, dan wordt dat lastig voor deze regeling. Ja, je bent dus blij dat er een subsidie beschikbaar komt van de provincie Flevoland. Is het zonder subsidie eigenlijk niet te doen? Wordt het dan te duur?
Nee, je kunt het dan zeker doen. Want anders zou er geen enkel groen dak aangelegd zijn. En gelukkig is dat anders. Ook als je kijkt in Almere Stad, het winkelcentrum van de vastgoedontwikkelaar daar. Als je dan voorheen stond daar een heel groot warenhuis, kon je naar binnen, kon je helemaal naar boven. Ging je in het restaurant lekker wat eten. En dan keek je uit over een hele groene archipel. En dan kwam je erachter dat de bovenkant van Almere enorm groen, een enorme groene oase is. Dus zeker kan je het zelf doen, maar zo'n subsidieregeling helpt natuurlijk. En je krijgt voor een sedumdak 30 euro per vierkante meter vergoed. En doe je wat extra's, hè? Je gaat ook grassen en kruiden en bloemrijke planten eraan toevoegen, dan kom je op een vergoeding van 45 euro per vierkante meter. Je moet het wel alleen 7 jaar wel in stand houden. En voor gevels is de bijdrage zelfs hoger, want dan krijg je ongeveer 50 euro per Maar vierkante wat doe je meter. met een En dat gevel helpt dan? natuurlijk. Wat doe je met een gevel? Dan laat je er klimop tegenaan groeien. Nou, een gevelwand Oh, ga oké. je dan creëren. En je hebt misschien heb je ze wel eens gezien, Oudeke, bij bepaalde winkelcentra, dat ze de hele gevelwanden hebben ingericht als groene wand. Nou, niet alleen ziet het er alleen prachtig uit, maar het draagt ook echt bij dus aan de biodiversiteit en ook vervolgens aan de CO2-uitstootbesparing, Ja, nou hè? klinkt Want die plantjes dit die. klinkt het allemaal wel heel erg goed, maar het klinkt wel alsof je er toch wel een dikke portemonnee voor moet hebben. Want ja, als je er staat wel dat je in een huurhuis ook daar aanspraak op kan maken op zo'n subsidie. Maar ja, er zijn hele wijken hier in Flevoland. Ja, de mensen zijn blij dat ze de huur net kunnen betalen. Ja, snap ik. Nou, in die zin zou ik ook aangeven, als je denkt dat het interessant is, maar je speelt met deze vraag, klop dan ook gewoon even bij ons energieloket aan, energieloketflevoland.nl. Want dan kunnen we ook een berekening maken voor je. En dan kunnen we dus ook kijken of dit een interessante optie zou kunnen zijn. Of dat je misschien met andere zaken beter aan de gang kan gaan. En bijvoorbeeld misschien eerder met energiebesparende stappen. Daar kunnen we altijd natuurlijk kijken of het interessant is. Vera Dam van Natuur en Milieu Federatie Flevoland. Nou ja, wie weet zien we over een aantal jaar wel alleen maar groene daken hier in de provincie. Dankjewel. Ja.